Het is het ergste wat je als ouders kan overkomen, dat je kind verslaafd is. Want je hebt je eigen kind niet meer. Je krijgt een totaal ander kind terug. Hoe was hij dan? Mijn zoon had allerlei karaktertrekken. Dat was van lief, vrolijk, agressief. Het uitte zich in allerlei soorten gedrag. Nou, dan kan ik me voorstellen op het moment dat hij zijn goedje nodig had en het niet kreeg, dat op dat moment het ergste was. Ja, daar kon je hem ook echt niet houden. Hij ging. En wat voor druk je er ook achter zette, hij ging. Hij moest het hebben. Ik vroeg het ook aan hem. De oorzaak die genoemd wordt dat het hier in het Westen erger is, onder andere groepsdruk. Herkent u dat? Ik herken dat. En ik denk ook dat het de oorzaak is het buitenstaan en het toch met elkaar gaan experimenteren. Bij mijn zoon heeft er een andere keerslag in gezeten. Die heeft een zwaar bedrijfsongeval gehad. En van daaruit is zijn verslaving doorgeslagen. In verband met zijn eigen pijnstelling te gaan zoeken. Ja, maar hij had wel al kennis gemaakt met die druk voordat het bedrijfsongeval was. Hij was natuurlijk al in het weekend een weekendgebruiker om feesten en parties te doen. Maar niet in de week. U zegt dat heeft een hele impact op het gezin. Afkicken daarvan lijkt me ook geen pretje. Ook voor jullie niet, toch? Het afkicken op zich is een pretje. Omdat je het fijn vindt dat je kind het gevecht aangaat. Maar het is wel een gevecht. Het is een gevecht, en maar ook voor ons. Want het is altijd tegenstrijdig. Want ieder karaktertrekje dat je denkt van, dan denk je al, het is mis. Je hebt geen vertrouwen meer. Die is echt helemaal zoek. Hij is nou een jaar of twee clean met wat terugvallen her en der. Is dat vertrouwen weer terug in hem? Nee, dat vertrouwen is nog niet terug. Dat begint langzaam te groeien. En dat moet hij echt terugverdienen. Dat is behoorlijk heftig wat hij nu zegt. Het is ook heftig. Want als je kind aan de drugs zit, is het een hele heftige zaak. Er zijn allerlei drugs waar je aan verslaafd kan raken, die je kan gebruiken. Als je kijkt van heel erg naar minder erg, waar staat GHB? Het ergste. Dat is een van de ergste vormen die ik tot nu toe meegemaakt heb. Echt rommel. Echt rommel. Het vernielt werkelijk alles. Het vernielt de persoon zelf. Het vernielt de familie. En heel de omgeving. Opa, oma. Gewoon alles.